Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta weer in de Bloemwijk in de CW Bruinvierstraat. En het lijkt of ze aan dit huizenblok nog niet zijn begonnen. Tenminste, lijkt. Want aan de achterkant zijn ze wel bezig geweest. Het doorlopende dakkapel aan de achterkant is dus weg. Ja, het loopt allemaal door en dat was aan de achterkant hetzelfde. Dat is dus weg, want normaal kon je het puntje ervan zien aan deze kant. Maar dat is niet meer zo, dus de achterkant is helemaal weg. Nou, nog maar even een rondje eromheen. Nou ja, eromheen, langs de voorkant. Oké, hij is aan de achterkant dus niet helemaal weg, want aan deze kant is het puntje nog te zien. Er staat nog een deel van. Het is hetzelfde als de voorkant, het loopt gewoon ineens door. Maar hier staat dus nog een gedeelte van een aantal woningen. Ik dacht even, hij gaat dan de huis aan die kant beginnen, maar niet dus. Hij is met de grond bezig. Ja, alle stenen moeten weg en de grond blijft over natuurlijk. Net als wat hier gebeurd is. Dat is hij nu ook al gedeeltelijk daaraan doen. Maar ja, deze huizen moeten nog weg en daar nog. Maar goed, hij is gedeeltelijk al begonnen. Allemaal hout in de Angelierstraat. En ik zie hier dat het hek weer helemaal terug op zijn plek gezet is. Ja, hij staat niet meer ietsje omhoog. Nou, dan kan ik er hier tenminste niet meer onderdoor. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Zeker wel, dat hebben ze gezien. En die hebben ze even teruggezet. Ja, doen ze goed. Nou, eens kijken of ze er op de achtergrond daar nog een beetje verder gaan. Ja, ze zijn van alles wat doen. Maar ja, slopen is natuurlijk het mooiste om te zien natuurlijk. Ja, het mooiste om vast te leggen. De jaren 80 woningen staan er nog steeds. Het is wel omhekt. En de pannen zijn eraf gegooid. Maar verder is het eigenlijk alleen maar een plek geworden voor de bedrijfsauto's. Ja, dat is alles eigenlijk. Maar verder staat het er nog helemaal. De deuren zitten dicht. Ja, die staan helaas niet open. Want het hek staat wel open. Ja, dan had ik er zo even naar binnen kunnen lopen. Ja, ze zijn nu wel aan het werk. Maar goed, niet aan deze woningen. Maar ja, dat gaat nu dus niet. Ja, want verder heb ik met die regels die die gasten maken, heb ik niet heel veel nodig hoor. Zeker niet naar wat ik gehoord heb. Ik bedoel, naar hoe er over me gepraat is. Ik bedoel, gaat het even niet? Nee, dan ga ik niet heel erg meer luisteren hoor. Kijk, ik bedoel, dat luisteren dat is natuurlijk prima. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel een beetje op een andere toon gepraat worden. En nee, dat gaan we niet doen. Dus, maar ja, de deuren zitten dicht. Dus het houdt hier op. Ik hoor een hoop lawaai op de achtergrond. Daar maar even kijken. De kraan. Ja, ik had het natuurlijk over dat rare praten wat ik over mij hoorde. Hè. Weet je wel, dat ze dus zeiden van dat ik niet eens normaal kan lopen. Ja, ik heb eerder iemand gekend. Die reed ook altijd op zo'n kraan. Die deed dat soort werk ook. Die was kraanmachinist. En nou ja, die moest mij ook altijd hebben. Hij schold me altijd voor alles uit. Ik bedoel, in verband met mijn benen en zo. Dat was altijd zo. Dat vond hij heel erg lollig. En op een dag toen maakte hij een misstap vanaf zijn kraan. En toen kreeg hij dat dus zelf ook. Daar was niet heel veel meer aan te doen. En toen liep hij dus zelf ook mank. Ja, toen wou hij dus eigenlijk ineens een soort van medelijden hebben. Ja, want hij wist in een keer ook wat het was om mank te zijn. Nou, ik zeg, dat weet je niet hoor. Want je hebt het niet in je schooltijd meegemaakt. Nee, ik heb het ook in mijn schooltijd meegemaakt. Dus ik heb alle tijden van het leven gekend in die vorm. Ja, en die deed dat soort werk dus ook. Die maakte een misstap. Ja, en die is hoog vanaf zo'n kraan. Ja, en toen markeerde die dus ook wat. Ja, dat kan dus gewoon gebeuren. Hè. Ik bedoel, ja, je kan natuurlijk leuk iemand lopen beledigen en zo. En om hoe iemand loopt. Maar ja, je kan op een dag zomaar wat hebben dat je het zelf ook krijgt. Ik bedoel, het kan gewoon gebeuren. Ja, en dat kan ook met zo iemand gebeuren die dat hier zei. Ja, je weet het maar nooit. Kijk, ik ben niet zo dat ik het iemand gun. Maar ja, goed, het kan gebeuren. Hè. Een ongelukje zit in een heel klein hoekje. Dat is even wat ik eigenlijk maar zeg. Ja, en ja, dat was met die man dus ook zo. Ja, goed, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb natuurlijk ook de operatie meegemaakt, waardoor ik loop. Ja, want ik loop wel dankzij een operatie. Hè. En ik heb nog steeds heel veel respect voor wat die man gedaan heeft. En ik ben hem tot op de dag van vandaag dankbaar, hè, wat er daar in 1983 gebeurde. Hè, in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Alkmaar. Ja, dus daar heb ik het al eerder over gehad in de andere video's. Maar ik ben hem tot op de dag van vandaag dankbaar. Want ja, ik loop dus dankzij hem. Ja. En hier zijn ze nog steeds bezig. Nog maar even een klein rondje maken. Nou, het is nagenoeg helemaal weg hoor. Het aaneengesloten dakkapel achter de CW Bruinvierstraat. Aan de achterzijde. Ja,
Eigenlijk staat alleen dat zijkantje er nog een beetje, dat is alles. Verder is het gewoon helemaal weg. Je kijkt helemaal naar binnen daarboven. Nog even een stukje die kant op. Het oude. En daar op de achtergrond het nieuwe. Nou, deze kant die wordt ook in die stijl. Wel een beetje de oude stijl. Maar ja, het is natuurlijk niet echt oud natuurlijk. Nee, het is wel nieuw. Dus dat is natuurlijk wel jammer. Want het had leuker geweest als het echt oud was. Maar in ieder geval wel de oude stijl. Nog maar even verder kijken. En dan sta ik weer op de Schagenbrug over de Hoevervaart tussen de Roelmijk en de Sokkenbuurt. Ja, nou ja, hier heb ik ook in een heel ver verleden veel vaker gestaan. En ik ben er ook nog wel onderdoor gevaren. Ja, en daar herinner ik me nog wat. Ja, in 1990, toen had ik een vriendin en dat ging uit. Ja, in 90 is dat ook een keer gebeurd. En die vond later een nieuwe vriend. Ja, en nou ja, dat was hem niet helemaal, om het zo maar even te zeggen. En ik vaarde hier op een dag en toen lag ik hier even stil. Want ja, ik kon natuurlijk verschillende gasten uit de Bloemwijk. En toen kwam hij hier ook aan op zijn brommer. En toen begon hij tegen me of ik wel een vaarbewijs had of een vergunning om te mogen varen. En toen zei ik tegen hem, wat moe jij je mee, hoe idioot? Zei ik tegen hem, nou dat vond hij wel, toen ik hem idioot had genoemd. En hij zou wel even een tegel in mijn boot gaan gooien. Dus hij liep al die kant op om er een te zoeken. Maar ja goed, die vond hij op een of andere manier niet. Maar dan zou hij wel even gaan gooien. Ja, moet je doen joh, nu. Weet je wel, nou het is natuurlijk niet gebeurd. Maar goed, in ieder geval, dat gebeurt ook hier ook met ja, een nieuwe vriend van een ex-vriendin van mij. Ja, en ik ben hem later nog meerdere malen tegengekomen. Ook niet gebeurd. Ja, toen was ik niet vaardig natuurlijk. Maar er zijn geen stenen of tegels meer gegooid. Nee, nou ja, toen trouwens ook niet hier ook. Voorganger van deze brug, de Houtenbrug. Ik ga hem nu weer afsluiten en ik ga niet meer zeggen. Tot de volgende!